Ja, dames en heren, het is weer zover. Het wordt weer eens een keer tijd om muismatten te gaan behandelen op gamersnet.nl. Jawel, Cooler Master, onze vrienden van Cooler Master, hebben de MP510 XL opgestuurd en nog een andere. Maar laten we eerst beginnen met deze te unboxen, want het is eigenlijk, nou ja, een unboxing. Het is een rol tapijt gewoon, een soort van. Want het is een extra grote, dus waar ook je toetsenbord zeg maar gewoon op kan. En ik ben nu al de verpakking echt compleet aan het molesteren volgens mij. Oké, ja, dat was echt een soort van verkrachting die daar plaatsvond. Ik zei al, het is een hele simpele unboxing, want het is letterlijk gewoon dit. Halen we deze hele muismat eruit. Dit is dus een muismatje zeg maar zo'n 17, 18 euro kun je hem voor vinden. En dat is best wel een oké prijsje als je bedenkt dat je dus wel, zeg maar, dit krijgt. Dit is trouwens de onderkant die ik nou hier heb. Dus lekker gripvol, dat is niet fijn voor je muis. Maar dan heb hem hier, bam, in zijn totaliteit. En ik heb hem nou ook goed voor mijn kant, want je ziet hier mooi het Cooler Master logootje. Hij heeft een gestikte rand, niks RGB, maar hij schijnt wel glow in the dark te zijn. Dit lijkt me wel heel interessant om te zien. Ik denk dat we hem zo nog wel even gewoon in het donker kunnen gaan zitten kijken. Laten we hem eerst wel even wat licht opnemen. Knippen we zo gewoon een stukje van glow in the dark erin. Dat is helemaal prima. Voor 18 euro heb je dan zeg maar deze enorme muismat. En dan vraag je je een beetje af, wat is nou de beste muismat? Is dat een stoffen? Is dat er eentje die met aluminium werkt? Is dat een harde, een zachte? Is groot fijne? Is groter beter? Nou, dat gaan we dus ontdekken, want we hebben hier dus al de MP510 XL. Maar we gaan ook nog eens een keer deze mooie MP860 behandelen. En dat is dus wel eentje die 45 euro kost en meteen allemaal leuke RGB en dergelijke erin speelt. En dus hardcover is. En toen dachten wij, daar gaan we eens een keer iets leuks mee doen. We gaan testen, wat is nou beter? Hard of zacht voor je muismat. Dat gaan we binnenkort behandelen. Eerst deze unboxing. Bedankt voor het kijken alvast. Kijk ook snel even naar de unboxing van die nieuwe MP die wat duurder is. En natuurlijk dan komen we later terug met een video waarin we die twee tegen elkaar opzetten. En dan gaan we voor eens en voor altijd uitvechten wat nou beter is. Een harde of een zachte muismat. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat je genoten hebt. Stel je vragen. Geef alvast door of jij voor bent voor kamp zacht of kamp hard. Laat me het weten. En tot snel op gamersnet.nl.